Ik ben Caroline Maas en mijn favoriete plekken in Sinterklaas zijn de trappen van het stadhuis. Het neogotische stadhuis, inclusief de 40 meter hoge Beiaartoren, werd gebouwd op het eind van de 19e eeuw door de Gentse architect Pieter van Kerkhoven en is de blikvanger van Sint-Niklaas. De trappen van het stadhuis zijn een ideale verzamelplaats voor jongeren. Hier kijk je uit op het grootste marktplein van België. En in Sint-Niklaas kijkt Sinterklaas altijd mee. Wel, het stadhuis is het centrum van alles. Het is het middelpunt. En om te beseffen dat je er in het middelpunt staat, zeg maar een soort van middelpunt van de belangstelling. Je ziet mensen toekomen en je ziet mensen vertrekken uit de stad Sinterklaas. En dat doet mij eigenlijk wel iets. Mensen die hier op de markt komen, de markt oversteken, auto's zien toekomen, mensen die van de bus stappen. Dat hou ik echt allemaal in de gaten als ik hier zit en dan denk ik zo van, fijn. Sinterklaas is mijn thuis. Ik ken de sfeer, de mensen, de mentaliteit, de cultuur. En Sinterklaas is gewoon uniek in Vlaanderen. En ik hou van die sfeer. Ik zou echt nergens anders naartoe willen verhuizen of zo, want ik woon hier al heel mijn leven. En ik wil mijn leven hier ook eindigen, zeg maar. Dus Sinterklaas is echt alles voor mij.